Goedemorgen. Ik heb geen oog dicht gedaan, want ik had buikpijn eigenlijk de hele dag van heel raar eten. Je bent vergeten te zeggen... Goedemorgen. Nee, je had buikpijn. Ik had buikpijn, ja. Ah, shit. Was niet lekker. Nee. Je hebt niks gemerkt. We hebben wel heel dicht naast elkaar gelegen, of zo lekker. Ja, ik had last van de airco. Maar hoe, ja, heb je niet gekotst of zo? Nou, bijna. Ik heb bijna... Dat is balen, want ik heb eigenlijk wel goed geslapen. Ja, dat is balen, ja. Wat gaan we vandaag doen? Wat gaan we vandaag doen? We gaan met Eva. Oh! In de bus en de trein. Ring. Lekker snel. Lekker snel. Zoals die gaat in China. En we gaan 2 dagen naar Shanghai. Shanghai. Nou ja, Shanghai. Dus dat is nice. We hebben een hotelletje geboekt. Het was iets mis, geloof ik, hè? Ja, was niet goed, maar nu wel weer. We zitten in een hostel en als het goed is met een rooftop bar. Nice. Dan kunnen jullie strakjes nog wel even gaan zien. En we hebben zwembroekje mee. Oh ja. Dus we hopen er het beste van. Ik hoop echt zo dat ik in een relaxte spa beland met een of andere voetmassage, Chris. Dan is er nog een idee om naar Hangzhou te gaan. Nou, dat moeten we nog even uitvogelen. Dat gaan we morgen doen. Nou, we moeten nog iets zeggen. Ja, we hebben wel iets. Komen de hele tijd achter dat we het zo heerlijk vinden om in China te zijn dat we het nieuws missen. Ah, zo lekker. En met name ook het EK. Hoewel we wel meegekregen hebben dat Tsjechië met 1-0 gewonnen heeft. Kroatië. Ah, we hebben de babyfoto's gezien van Olaf en ik nog Quirin. Niet, maar jij wel. Sweet. Ja, kijk maar. Kunnen we al de naam publiek maken? Dat is wel leuk, toch? Ja, volgens mij wel. Het kindje van Olaf heet Lou. Lou. Ah, vinden we heel leuk. Kijk hier. Ah, is echt heel lief. We zijn Peetoom. Hulde voor ons. Hoi. Olaf, kijk nou hoe sweet jij kijkt. He's in love! Oké, wij knallen hem aan naar Eva inderdaad. Brakaka! Met mijn vinger! Ja. Eva is gestrest, die begint helemaal te hakkelen. Ja, immer. Je hebt je opladertje bij je? Opladertje, kaartje ingeleverd. Nog even wat ontbijt halen eigenlijk. Ja, dus we gaan dus naar de bread store brengen. Het lijkt een beetje een vliegveld, niet Koopman? Nou ja, het gaat alleen een stuk sneller. Ja, dat is waar. Nee, meteen er niet even iets hier. We zijn even gestopt. Even wat fruit halen. En wat drinken. Nou, we zijn er hoor. In de subway station van Shanghai. Ja. Onze vriendin Winnie is er ook. Ja. Dagmother, en die kwekt al meteen alles weer dicht. Maar ze heeft ons wel geholpen, ik bedoel, dat is allemaal niet. Ja, we kunnen er weer geen Chinees van maken natuurlijk. Nee. Dit is de railway plan. Dus op naar het hotel. Klats! Het is toch wel apart dit. Shanghai. Here we are! Hey! Welkom in het prachtige Shanghai. Het is vandaag lekker weer. 27 graden, morgen ook nog warmer. Er hangt onweer in de lucht en het voel je aan alles. Wat zou Chris Segers? Nou, we zitten weer in de Starbucks. En we zijn allemaal dingen aan het boeken. Onder andere Airbnb voor Sydney. Blijkt allemaal hartstikke duur te zijn natuurlijk. We zijn er bijna. En internet. Alle frustraties al om met Bing en weet ik veel wat. Gaat nog een beetje bloem? Nee. Hotmail en zo. Dat is allemaal uit de jaren 90 voor ons. Wij zijn van de Google generatie. Zelfs Airbnb word ik nu uitgepiept omdat ik een social Facebook plugin gebruik. It's really hard. We zijn er. Ja. De Phoenix. We hebben in ieder geval een hotel met een heel klein rooftopbarretje. Super gezellig.
Wat gaan we zo doen? Het weer ziet er dreigend uit. Ik denk, wij pakken een sunsetje. En dan gaan we de skyline van Shanghai maar eens bewonderen. Toch? Op de Bund. Klinkt ook wel lekker Duits allemaal hier. Ja, het is een Duits boekje. Dat is sehr schön. Ja, ik kan je dit nou zien met deze camera. Het is hier een prima uitzicht eigenlijk wel. Verder weg de telefoon houden.